Gerald Vandenburg. Vrij in die buitenspel, wat stom daar aan de zijkant, Frans Vandenburg. Vandenburg scoort. En wie vergeet het dan, die het buitenspel van mede open te trekken, dat is Jacques Troost. Ja, dan staat die Vandenburg daar helemaal vrij. Kruijf. Kruijf en Boy. Ja, schaar. Johan Cruijff met zijn voorzet. Prachtig, Vandenburg. Oh, wat een zaligheid van een doelpunt. Werkelijk goddelijk. Johan Cruijff op links in de schaarbeweging. Die voorzet. En Vandenburg met het hoofd. Nieuw voor Ajax, Rijkaard. Op papier stopper, maar in de praktijk iets anders. Vandenburg, het is 1-0. Aanval van Ajax via Lerby en Rijkaard, die regelmatig opbrukt. Vandenburg krijgt de bal, bedenkt zich niet. In het kruis, Ajax leidt met 0-1, 18e minuut. Vrije trap Lerby. Verrassend. Hoeve Vandenburg, bal. Heel verrassend gelopen, vrije trap. De aandacht ging uit naar de rest van de ploeg, met name naar Kiep, die daar binnen was gekomen als vervanger voor Leo van Velen. Toen gebeurde dit en dan schoot Vandenburg op die leuke manier in. In het buurtje. Vandenburg kan die bal ineens langs ploffen en doet dat! Schitterend! Gerald Vandenburg, het zat er een beetje in. Het is zijn afstand. Gerald Vandenburg scoort met een prachtige goal. Gerald Vandenburg. Zal het uit kunnen halen. Komt dat schot! Schitterend! Gerald Vandenburg. Nou, van weg een meter of 20. En na exact 6 minuten komt Ajax op een voorsprong. Je ziet daar het muurtje van de Groningers. Vandenburg met effect, denk ik. Ja hoor, een goal. Schitterend. Gerald Vandenburg, wat een prachtig doelpunt. Duitser van Schelkens, dat was totaal belemmerd. Dat kwam natuurlijk ook door het muurtje dat ervoor stond. Vandenburg profiteert ervan. Boven. Vandenburg. En weer ruim baan om te schieten. Nou, dit is de mooiste. Dit is absoluut de mooiste. Van Basten scoorde er 5. En de eerste van de Wichelse schoonheid. Maar dit is bijna kunst. Fantastisch. Vandenburg 8-0. Molenaar met een verre paas, helemaal vrij, Vandenburg, alleen maar kansen voor zich. Goede uit kunnen spelen, zou je zo zeggen, met zijn techniek. Dan dit wippertje, oh wat is dat mooi, en wat is dit een goal. Heel erg mooi, voor de schieten tekort, subliem gewoon. Nogmaals naar gaan kijken natuurlijk, daar is de paas van Molenaar. Die op zich was al heel knap. Dan heb je daar Kamstra, dan deze schijnbeweging. Daar staat daar Schrijvers, en dan is daar die lob. En Schrijvers kan er ook alleen maar voor applaudisseren. Magnifiek. Deze goal van Ajax betekent 4-1. De wedstrijd is gespeeld, 7 minuten voor tijd.